Het ministerie van AWJ heeft afgelopen zaterdag de tweede sessie over opvoedingsvaardigheden voor schoolgaande tienermoeders gehouden. Deze keer was het de beurt aan jonge moeders van Paramaribo Centrum die voorlichting kregen over voeding en opvoeding, risico's van jongmoederschap, technieken van verzorging en de groeicurve. Middels deze sessies creëert AWJ ook bewustwording bij de doelgroep en stimuleert verdere scholing van de moeder na de bevalling. Het slechte wegdek van de Afobakkaweg ter hoogte van mast 24 in het district Para wordt aangepakt door de wegenautoriteit. De asfalteringswerkzaamheden zijn afgelopen vrijdag begonnen en zullen maximaal 2 weken duren. Er wordt vanaf 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds gewerkt op het wegdek. Het verkeer ondervindt als gevolg hiervan enigszins stagnatie. Aan de weggebruikers wordt gevraagd de instructies van de vlaggenmannen en waarschuwingsborden stipt op te volgen. De digitale taalkursus Portugees voor gezondheidswerkers die door Libia Training, Coaching en Consulting NV is ontwikkeld, is afgelopen donderdag overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid. De digitale taalkursus stelt gezondheidswerkers in staat om basiswoorden en zinnen te leren die belangrijk zijn bij een medisch gericht vraaggesprek met Portugeestaligen. Voor gebieden die geen toegang hebben tot het internet zal de taalkursus offline beschikbaar zijn.